Leerrijk. Respect. Plezier. Toffe ervaring. Uitdaging. Een avontuur. Showtime. Grensverleggend. Een avontuur. Haan. Een schoonheidswedstrijd. Meneer de waarnemende burgemeester, meneer de schepen, gemeenteraadsleden, dames en heren van de pers, beste sponsors, geachte familie van de kandidaten. In naam van voorzitter Dirk Catoire en zijn Hanse comité van de Maria Duinenfeesten mag ik u van harte welkom heten op de voorstelling van de finalisten van Miss Bredene. Miss Bredene die eigenlijk één avond opvult te midden van een uitgebreid programma van de Maria Duinenfeesten die in Bredene plaatsvinden van 15 tot en met 21 juli. Een verkiezing die voor het eerst georganiseerd wordt. En daarom wil ik Dirk en zijn team nog eens van harte bedanken dat ze ook in dit initiatief geloven. En we gaan dan ook proberen om er samen met de kandidaten een mooi evenement van te maken. Er zijn in het totaal 12 kandidaten ingeschreven. Schitterend is dat voor een eerste keer. En eigenlijk ideaal om een avond op te vullen. Alles wat meer is, kon te veel geweest zijn om het niet meer boeiend te houden. We zijn dus gelukkige mensen vandaag om ze straks aan u voor te stellen. Maar we zijn even gelukkig dat de waarnemende burgemeester hier aanwezig is. Mag ik u daarvan het applaus en het woord graag aan de heer Jacques de Rul. Dank u wel, Ignas. Beste vrienden, in de eerste plaats moet ik de burgemeester van Bredene, Steve van den Berg, verontschuldigen. We zijn samen op stap geweest met de fiets, een maand of twee geleden, en we zijn omver gereden. En ik ben er doorgekomen, maar de burgemeester is er erg aan toe. Die had graag aanwezig geweest en ik moet ze groeten overmaken aan jullie allemaal. Ook aan de meisjes, de kandidaten, en vooral aan de organisator Dirk. Want het is dankzij Dirk dat er eigenlijk opnieuw een misverkiezing is in Bredene. Jaren geleden had Ignas de opdracht van het gemeentebestuur om een misdadia te organiseren, maar omwille van vernieuwing, besparingen, werd dit afgeschaft. Was dat terecht of niet terecht? We laten dat in het midden. Maar Dirk heeft eigenlijk wat dat we tekort hadden de voorbije 2-3 jaar, dat was dat we een wijkwerking hadden, een zeer dynamische wijkwerking, Maria Duinen van Vosje. En op een bepaald moment, na 25 jaar, heeft Vosje gezegd, het was nu genoeg. En Dirk heeft eigenlijk de wijkwerking overgenomen. Dirk, in ieder geval bedankt, want ik weet hoeveel werk dat het is om een enkele dagen niet alleen geld binnen te ronselen, je moet ook een equipe hebben met mensen, met een heel groep mede mensen. Ik wil ook de sponsors bedanken, maar ik ga niet veel aan het woord blijven, want Ignas zal dit onmiddellijk doen, ook uitleg geven over de dames. En ik ken een beetje Ignas. Ignas had ook dus in 10 keer de sponsors nodig. Wat is dat? Zijn de sponsors dat dit evenement kan doorgaan. Ik wil wel, ik heb dus pas een boekje gekregen. Hier zijn we aanwezig bij Dacia. Van Peter. Peter is pas gehuwd en de baas van vanochtend loopt juist weg van de standen zie ik. Kom maar binnen daar. Maar Peter is pas gehuwd en voor hen die straks een auto wensen. Je kan al auto's verkrijgen hier voor nog geen 300.000 Belgische frank. Nee? Voor nog geen 7.000 euro. Het is hoe Peter is hier. Voor nog geen 7.000 euro. Je moet er niet veel mee sukkelen. Kom maar direct af naar Peter. Ook voor onderhoud, wat dat het goede is van onderhoud, want ik kom hier ook met mijn wagen, is dat je altijd weet hoeveel dat je gaat moeten betalen. Ik las recent op Facebook dat de dame buiten kwam ergens en ze moest 20.000 frank betalen voor een klein onderhoud. Maar per hier heb je dat niet. Hein? Maar ik heb Hugo, Hugo staat daar ook, dat is ook mijn vriend. Hugo is van Jokkebad, maar ik ben al begonnen eigenlijk met de sponsors te doen. Ignas, ik zal direct het woord aan u geven, maar ik wil de hoogte schepen van toerisme in de Rizon bedanken. Want het is dankzij in de Rizon dat hij bemiddeld heeft met onze Dirk en dat ook een schitterend evenementen op het programma staan hier in Bredene. Dank voor jullie komst en aan de meisjes, maar ze horen niet. Heel veel succes. Burgemeester, en u heeft het gehoord, hij heeft bij deze al gesolliciteerd naar een PR-job bij een van onze twee hoofdsponsors. Aan jullie om te kijken wie het meeste biedt.
Goed, we zijn toe aan onze tweede toespraak en we zijn gelukkig dat hij ook aanwezig is. Hij was er ook op de vorige persconferentie en inderdaad een heel goede samenwerking deze keer met het voltallige gemeentebestuur, met de gemeente Bredene. Dank ook aan de schepen van toerisme en feestelijkheden die we nu aan het woord laten, de heer Eddy Griesel. Bedankt, Injas, dames en heren, collega's, van harte welkom hier in de Dacia Center. Het Dacia Garage, een unieke locatie, een aangename locatie, een sponsor en we hebben sponsors nodig. Injas, in ieder geval proficiat ook met de uitwerking van dit programma. Ik heb het ten gronde al even bekeken. Een van de aspecten, en dat is het aspect van vandaag, is de Miss Bredene verkiezing. Miss Bredene, een unieke gebeuren. Ik ben ook heel blij dat ik in de jury mag zitten, samen met Peter. Dus dat is ook al een pluspunt, we hebben dat zeker in onze agenda vrijgehouden. Maar alle lof voor Dirk Quatuar en zijn ploeg, de Maria Duinenploeg, die uiteindelijk toch de zaken heeft kunnen overnemen. En als schepen van toerisme en schepen van cultuur ben ik heel tevreden dat dergelijke zaken kunnen uitgewerkt worden. En uiteraard, het is zo, Injas, ik heb al een paar keer uw naam vernoemd op speeches, dan politieke speeches. En ik heb altijd versproken. Het was de bedoeling om John Crombie te benoemen. En ik was zoals altijd een lapsje, zou ik iedere keer Injas zijn. Dus ja, dus bij deze is uw naam ook al een paar keer te berde gekomen. Wel, bij deze dan mijn excuses dat ik dat een keer ook in de fok ben gegaan. Maar in ieder geval, de tentfeesten Maria Duinen, een aantal dagen die dus de wijk Maria Duinen zullen bestaffen en ook het artiestenrevue, de misverkiezingen, de Kidsdijk, de Velorelaxtour, de Rommelmarkt. Maar Injas gaat daar straks nog veel meer kunnen uitleg over geven. De Thaise dag en dan hebben we ook nog de Mallemolen uiteindelijk. Allee, we zijn dus terug op een programma van Maria Duinen, voor Maria Duinen, voor de toeristen en ook uiteraard ook voor alle Bredenaars. En van harte dank ook aan de sponsors. Ik zou zeggen, veel succes en hopelijk kunnen we dus doorgaan tot de voorstelling van de missie. Dank u. Dankjewel, meneer De Schepen. Ik geef u graag het woord aan de voorzitter van het comité, al een klein beetje in de euforie toelevend naar volgend jaar, want dan zijn het de 25e Maria Duinenfeesten. Maar hij neemt ze op eigen rekening met zijn team al 5 jaar waar. Dames en heren, de heer Dirk Quatuar. Ja, oké. Ook van mij allemaal een welkom en een prettige middag. Volgend jaar bestaan we 25 jaar. En eigenlijk feitelijk had ik dan gedacht van we gaan er volgend jaar iets speciaals van maken. We gaan dat ook doen. Ik heb dan deze jaar even gebruikt om het op te starten, een nieuwe misverkiezing in Bredene. Ik dacht we moeten daar een beetje een impuls aan geven. Dacht ik van oké, we gaan het terug missen laten komen. En we hebben 12 kandidaten, wat eigenlijk wel een succes is, vind ik. De helft komt uit Bredene, de andere helft komt van buiten de provincie of buiten Bredene. Dus we eigenlijk een beetje een mooi verdeeld. De Maria Duinenfeesten zelf zijn dus inderdaad volgend jaar 25 jaar. Ik doe dat dan vanaf volgend jaar met mijn team 5 jaar. We hebben dat 5 jaar geleden overgenomen en niet gelijk Jacques een beetje verkeerd. Dus 25 jaar is dus 20 jaar Gilbert de Vos geweest en 5 jaar doen wij het nu. Maar het wordt een succes. Ik ga mijn programma hier overlopen. Ze hebben dat ondertussen al verschillende keren gezegd hoeveel dat programma is. En er staan daar 12 meisjes zeer zenuwachtig te wachten om eindelijk eens binnen te komen. Dus ik kan ze niet te lang op behoefte stellen. Ik ga gewoon vragen om applaus voor de meisjes die er één voor één gaan voorstellen. Na de voorstelling gaan ze een nummerje trekken. En dat is dan ook de nummer die ze gaan gebruiken om in verdere campagne tot op de misverkiezing op 16 juli. Ik stel voor dat we nu de mis laten komen. Dankjewel Dirk en succes in alles wat u onderneemt. Dames en heren, u heeft allemaal een perswacht gekregen, daar kan u voluit in meevolgen. Alleen nog eens vertellen dat wij hopen natuurlijk dat we opnieuw mogen rekenen op een bomvolle tent. Dat wij een prachtige showavond zullen maken, niet alleen met de kandidaten, maar ook het showballet, de Ronald Lewand dancers komen optreden. En we hebben ook de bandparodies dus lachend geblazen met Annie Molly.
U zal verder in de persmand ook nog wat meer uitleg vinden omtrent het prijzenpakket. Men heeft al een aantal sponsors bedankt, maar u vindt daar een waslijst van cadeaus die zullen uitgereikt worden. En we zijn uiteraard heel tevreden dat we zoveel mooie prijzen in de wacht konden slepen. En eigenlijk zijn we nog volop bezig met de organisatie, want er blijft nog tijd over tot en met de 16e juli. Als ik dan toch eens kijk naar de sponsors, omdat de waarnemende burgemeester mij daar attent op maakte, dan hebben we al Dacia Center uit Bredene bedankt. Jokerbad is ook een hoofdsponsor. Diederik Wijzen uit Assenede. La Cascade is een hoofdsponsor. En we danken Ronnie Masco die hier aanwezig is voor de mooie prijzen die ook met zijn modellenbureau en zijn fotografie uitgereikt worden voor alle finalisten. Sansa Shoes is hoofdsponsor. En dan ook nog Apiroshop, dacht ik. Apiroshop, dat zijn ze. Goed, tijd voor de kandidaten nu. Uw applaus voor kandidaat nummer 1, Aurélie Bissio. Dankjewel en een applausje voor Aurélie. Blijf er nog even bij, Aurélie, want je mag ook je volgnummer nog uitloten. We laten de kandidaten alfabetisch komen zoals in de persmap. Dat lijkt me het makkelijkste, maar er is een plaatsje voorzien om de volgnummers in te vullen. En Aurélie, jij wordt nummer 10. Nummer 10 voor Aurélie. Ze wordt ook nog in de bloemetjes gezet. Alsjeblieft. Volgende kandidaten is Ellen de Koster. Dankjewel, Ellen. En we zijn benieuwd onder welk volgnummer jij zal aantreden. Je mag het even laten zien. Jij wordt bij de verkiezing het nummer 12. Dus jij zal het rijtje afsluiten. Maar u weet, de laatste kunnen ook de eerste zijn. Derde kandidaat, Jennifer Den Hazen. Verder hou ik ervan om rond te reizen, zoals mijn job dus eigenlijk is, en om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe ervaringen op te doen. Vandaar dat ik meedoe aan mijn vrienden. Dankjewel. Jij bent bedankt, Jennifer Den Hazen. En Jennifer loopt het nummer uit en zal aantreden als allereerste. Zij zal de avond openen en ook alle proeven kandidaten nummer 1. De volgende kandidaat is Manuela Heijmans. Momenteel studeer ik psychologie aan de Universiteit van Brussel. En moest ik mezelf beschrijven in 3 woorden, zouden deze woorden creatief, spontaan en dans zijn. Creatief omdat mijn hobby juwelen maken is. Dans omdat dans een hele grote passie in mijn leven is. Momenteel ben ik Zumba-instructrice en ik heb jarenlang in een demo-team gedanst. En spontaan omdat ik gewoon een sociaal enthousiast en vrolijk meisje ben. Ik doe mee aan deze verkiezing. Omdat ik wil bewijzen dat je niet van Bredene moet zijn om deze verkiezing te winnen. En het is gewoon een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging en ik heb er heel veel zin in. Dankjewel. Dankjewel en applaus voor Manuela. Manuela Heijmans heeft het nummer 3. Nummer 3.
Volgende meisje is Chloe Ovalis. Correct, haar familienaam Chloe Overlee. En zij geeft het nummer 2. Tweede kandidaat op de verkiezingsshow. We zijn toe aan Charlotte Schelfout. Ja, ondanks het mindere weer, toch een heel goede namiddag allemaal. Mijn naam is Charlotte Schelfout, ik ben 27 jaar en ik woon in Deerlijk samen met mijn man Dirk. Die kon er vandaag niet bij zijn omdat hij aan het werken is. Ja, je moet toch iemand het geld verdienen, nietwaar? Maar wees gerust, ik draag ook mijn steentje bij. Van maandag tot vrijdag kan je me vinden bij het Kortrijks Octrooi en Merkenbureau, waar ik werkzaam ben als administratief bediende. Het leven is natuurlijk veel meer dan werken alleen, dus proberen we ook zoveel mogelijk te genieten. Dit door eens lekker te gaan eten, een avondje cinema of een goed feestje waar we dan kan terug kunnen op de dansvloer. Mijn neef, die eveneens in Deerlijk woont, is volop bezig met zijn campagne voor de verkiezingen van 25 mei. En ik voelde ook al wat verkiezingskoorts, dus hier sta ik dan als kandidaat Miss Breden. Dank u wel. Dankjewel Charlotte. En zoals bij de echte verkiezingen krijg jij ook een nummer. En dat wordt het nummer 8. Nummer 8. Dan zijn we toe aan Daria Schroen. Hallo allemaal, ik ben Daria Schroen. Ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Hammer in Oost-Vlaanderen. Ik studeer voeding en verzorging aan het KTH aan de Landen. Mijn hobby is gaan lopen. Waarom doe ik mee aan is aan mijn bredere. Ik ga mijn zelfvertrouwen een beetje opkrikken en nieuwe mensen leren kennen. En het lijkt me ook een hele leuke ervaring om mee te doen. Dankjewel. Dankjewel Daria. Bij deze horen de jongste kandidaten aan onze verkiezing. En zij zal acteren onder het nummer 5. Nummer 5 voor Daria. Nikita Smissaert. Goedemiddag allemaal. Ik ben 19 jaar oud. Ik studeer aan het St. Joseph Instituut in Oostende. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en dus doe ik een extra jaar haarzorg. Het is de bedoeling dat ik later zo zelfstandig wil worden. Ik woon al heel mijn leven in Bredene en daarom ben ik ook meedoen in Bredene nu dat de eerste kind in Bredene is. En ook om een hele leuke ervaring mee te maken en veel nieuwe mensen te leren kennen. Dank u wel allemaal. Jij bent bedankt, Nikita. En jij loopt op nummer 9 uit. Nummer 9. Dan hebben we Julie van Akker. In de trommel en zij lotte het nummer 6 uit. Nummer 6 voor Julie. Mandy van Passel. Hallo allemaal, mijn naam is Mandy van Passel. Ik ben de oudste van de groep. Ik ben 28 jaar en ik ben al getrouwd en heb een zoon van 2,5 jaar. Ik woon in Hever tegen Mechelen, dus dat is niet bij de deur. Maar mijn ouders hebben een staankaravan hier in Breden op Camping Astrid. En elk weekend dat kan meepikken, zit ik eigenlijk ook hier. Tegen Breden is een soort van tweede thuis voor mij. Nu, in het dagelijks leven ben ik heb twee beroepen. Ik ben één grafisch ontwerper in mijn beroep. En ik baat ook nog een afslankingscentrum uit op basis van infrarood. Dus ik help eigenlijk de mensen om die extra centimetertjes kwijt te geraken. Nu, de voornaamste reden waarom dat ik ook meedoe, is omdat ik zelf van mijn 93 kilogram kom. En ik ben de hele dag mensen aan het promoten om ook af te vallen, om ook hun dromen na te gaan. En niet doen is een van mijn grote dromen. En omdat ik al 28 jaar ben getrouwd en mama, geeft Miss Breden mij de kans om toch nog met de laatste droom na te gaan. Dankjewel. Dankjewel Mandy. Misschien moet ik wel klant bij u worden, maar ik wacht dan eerlijkheidshalve tot na de verkiezing. Jij hebt het nummer 11.
11 voor Mandy. Samen met mijn ouders. Ik studeer momenteel verpleegkunde. Ik kom uit economietalen. Mijn doel is om later les te geven in de verpleegkunde. Ik doe mee aan Misbreden omdat het een heel mooie ervaring is en omdat ik Breden terug een beetje leven in wil blazen. Voor de rest ben ik vriendelijk, sociaal en goed laks. Dankjewel. Dankjewel, Sina. Je hebt nog de keuze uit twee nummers en jij kiest voor het nummer 7. Nummer 7. Laatste in de rij in alfabetische volgorde dan wel, Joke Wiebel. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Joke Wiebel. Ik woon in Bredene en ben geboren in Oostende. Ik ben nu 19 jaar en wat is september 20. Ik ben afgestudeerd als scholingsspecialist aan het Sint-Joseph Instituut in Oostende. De reden waarom ik meedoe aan Misbredene is omdat ik zelf een hele moeilijke periode mee heb gemaakt waarin mijn zelfvertrouwen eigenlijk redelijk naar beneden is gegaan. En hier bij deze dame staan is eigenlijk een hele eer voor mij en mijn zelfvertrouwen gaat wel weer terug naar boven. Bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel om het lijstje af te sluiten. En we kijken naar het volgende nummer dat nog rest en dat is nummer 4. Nummer 4. Wat de pers betreft, omdat het uiteindelijk allemaal correct in de media zou verschijnen, wil ik nog eventjes beklemtonen als het nog niet gemeld was. Ovalé Chloé, daar staat bij Lombardzijde. Zij is ondertussen verhuisd naar Kokzijde, dus we bestempelen haar als een kandidaat uit Kokzijde. Het gaat omtrent Ovalé Chloé. Leerrijk. Respect. Plezier. Toffe ervaring. Uitdaging. Een avontuur. Showtime. Grensverleggend. Een avontuur. Haan. Een schoonheidswedstrijd. Hij sponsort straks nog de receptie. Hij geeft de hoofdprijs van deze verkiezing. Namelijk deze prachtige wagen die daar in het midden staat van de showroom. Die weliswaar nog zal bestikkerd worden tijdens de hunners hier, de kustbeurs in Bredene. Maar hij is ook nog een volwaardig disjockey. En net gehuwd. Uw applaus voor Peter Bouquet. En voor zijn liefdevolle vrouw die daar nog verder op staat. Dag Jacques, jij bent de waarnemend burgemeester van Bredene. En daarnaast staat Peter, de zaakvoerder van de Dacia Garage. Jacques, wat vind je van het initiatief om hier opnieuw een misverkiezing te organiseren? Wel, wij vinden dat heel goed uiteraard. We hebben 4 jaar lang in Bredene geen misverkiezingen meer gehad. Nu dit jaar is een wijkcomité met de nieuwe mensen opnieuw samengekomen en gezegd, we vragen dan de gemeente Bredene. Mogen we dat organiseren en wij zijn daar heel gelukkig om. Wat is voor jou de meerwaarde van een misverkiezing? Wel, als je bijvoorbeeld vandaag ziet, de pers is hier massaal aanwezig. Dus de uitstraling van Bredene komt te goede. En Peter, jij bent een van de hoofdsponsors. Jij geeft een wagen ter beschikking gedurende enige tijd. Hoe ben je daartoe gekomen om in het project te stappen? Ik ben zelf eigenlijk fanatiekeling om veel evenementen te doen hier in Bredene, om ook Bredene een beetje in de kijker te zetten. Dirk Atwaar is klant bij mij in de garage en Dirk heeft gebabbeld over mij, met mij over de misverkiezing. En zij zocht er niemand, dus bij een misverkiezing hoorde ook een auto. En ik dacht, waarom geef ik ook geen auto voor 6 maanden? Dat is eigenlijk de bedoeling geweest. En wat vind je van de persvoorstelling nu? De pers is massaal aanwezig, het is echt een heel groot succes. Ik wens jullie heel veel succes, heren. Geniet ervan, zou ik zeggen. Hè. En misschien zien we elkaar terug op de finale. Tuurlijk, uiteraard. Hè. We gaan zeker aanwezig zijn. Dank u. We staan hier in de Dacia Garage te Bredene. En ik heb hier bij mij Injas Krombé staan, de mismaker van België. En die er toch weer aan begonnen is aan een misverkiezing. Injas, hoe komt dat je nu terug met een misverkiezing bezig bent? Wel, ik ben er niet aan begonnen. Ze hebben mij ingehuurd en uiteindelijk heb ik een organisatie- en theaterbureau en ik doe ontzettend veel presentatiewerk. En ze wilden hier opnieuw met een verkiezing starten en ik heb in Bredene wel een beetje ervaring, want ik heb 7 jaar lang Miss Dalia hier gepresenteerd en dat zal hen waarschijnlijk ook niet ontgaan zijn. Vandaar dat de organisator met mij contact opgenomen heeft. Niet alleen om Miss Bredene mee te organiseren en te presenteren, maar ik heb eigenlijk bijna ook alle artiesten mogen boeken die zullen optreden in de wijk, of in de week liever, van de Maria Duinenfeesten. Dus dit is voor jou wel een heel leuk event om mee bezig te zijn.
Wel, ik doe alles graag. Ik leef voor mijn job. Iedereen zegt, je werkt veel te veel. Ik had ook gedacht, ik zal met de verouderen veranderen. Maar ik heb dat echt nodig, die boost om er tegenaan te gaan. Nieuwe uitdagingen, iets opnieuw op poten zetten. En inderdaad, ik zal met hart en ziel werken aan deze verkiezingen. En zorgen dat en de kandidaten tevreden zijn, en de organisator, en het publiek in de tent. Het berust allemaal een beetje op mijn schouders. Maar ik ga het heel graag doen en het zal in orde zijn. Wat is er voor jou zo speciaal aan de misverkiezing? Want het is niet de eerste die georganiseerd. Je hebt er al een aantal op je palmarès staan. Hè? Ik zou het eens moeten samentellen, maar ik denk dat ik met 63 verschillende verkiezingen bezig geweest ben ondertussen. Dus ik weet wel een beetje wat het inhoudt. Miss Belgian Beauty was natuurlijk iets wat torenhoog boven alle anderen uitstak. Ja, ik ben daarmee gestart. Ik heb willen een tegenpool zijn voor Miss België op dat moment. En van dat eerste jaar komt dat tweede en ik heb het uiteindelijk 18 jaar gedaan. Maar ik vind het alleen een beetje spijtig dat er zoveel verkiezingen zijn. Je ziet uiteindelijk het bos door de bomen niet meer. En ja, dan heb ik op een bepaald moment gezegd, ik heb er eigenlijk wel een beetje genoeg van. Maar het kriebelt nog altijd. En mijn partner Trisha zegt altijd, je moet nog één keertje Miss Belgian Beauty organiseren en nog eens bewijzen wat je in je mars hebt. Maar ja, misschien zijn dat toekomststromen, maar ik lig er eigenlijk niet meteen van wakker omdat ik zoveel andere zaken doe. Maar ik doe het graag omdat je jonge mensen de kans biedt om in de kijker te lopen. Er zijn er ook velen die hun zelfvertrouwen herwinnen met mee te doen aan een misverkiezing. Velen doen het natuurlijk ook voor het prijzenpakket, maar presenteren is iets wat ik ook graag doe. En dan vooral zorgen dat alles punctueel verloopt. Ja, het is en het blijft een organisatie. Een organisatie, en ik ben ook organisator, beroepsorganisator. Vandaar is het nu Miss Breden dat ik moet organiseren, of het Eurovisie Songfestival. Maakt geen verschil uit, het een is wat groter dan het ander, maar het moet allemaal even goed gebeuren. Onze ervaring ook binnen de miswereld, want je zei natuurlijk niet de enige verkiezing of de enige organisator waar we mee praten, is inderdaad zo dat heel veel meisjes daar heel veel uithalen. Je ziet ze echt groeien. Is dat ook hetgene wat dat jou het meest doen gaan heeft in uw eigen verkiezing, in Miss Belgian Beauty in de tijd? Inderdaad, je kan dat niet vergelijken met Miss Breden. Dat is eigenlijk een verkiezing van één avond, want we zien de kandidaten amper nog één keertje. Maar bij Miss Belgian Beauty was dat inderdaad een campagne van vele maanden. En daar zag je inderdaad de meisjes groeien. En je kon het soms niet geloven dat ze op zo'n korte tijdspanne zo zelfzeker geworden waren. Dat ze ja, zoveel deuren zagen opengaan waarvan ze nooit gehoopt hadden dat dat zou kunnen. En dat ze dat ook met beide handen geplukt hebben. En eenmaal dat ze dan verkozen zijn tot Miss, ja, dan krijgen ze nog zoveel unieke ervaringen erbovenop. En zijn het ja, op den duur toch wel echte dames die je kan loslaten. Want dan moet je weer starten met een nieuwe verkiezing. En dan is het weer zoeken naar nieuwe kandidaten en weer een andere iemand kansen bieden. Maar het grote verschil met Miss Belgian Beauty en de vele andere verkiezingen was dat mijn Miss altijd geld verdiend heeft. Ik heb uiteindelijk gezegd, ik wil ze niet meesleuren van de ene receptie naar de andere, van de ene opdracht naar de andere, omdat de organisator of de sponsor dat graag wil. Nee, dat is een betalende job, want op dat moment kan ze niets anders doen. En vanaf Rani de Koning, mijn eerste Miss Belgian Beauty, zijn ze altijd betaald geweest voor bijna elke opdracht die ze gedaan hebben. Wat is jouw mooiste herinnering in al die jaren dat je daarmee bezig bent? Goh, ik heb ze eigenlijk allemaal graag gedaan. Ik herinner me natuurlijk het eerste moment dat ik zei, ik ga het tegenover Miss België, Miss Belgian Beauty zetten. Ik ga het Monopoly doorprikken. Ja, dat was wereldpers op dat moment. Ik heb de frontpagina's van alle kranten gehaald. En ik heb op dat moment veel te danken aan de pers. Ik heb het niet allemaal te danken aan de pers, want ze hebben mij ook afgebroken tot op de grond. Maar ik sta er nog altijd. Je weet uiteindelijk wat je waard bent. En je doet verder. Maar vele mooie momenten. Iedere kroning opnieuw na een lange campagne was ook een bekroning voor mij. Van het is allemaal weer vlot verlopen. We hebben weer een nieuwe mis en we kunnen er weer tegenaan gaan. Mensen gelukkig zien, maar ook het publiek dat in de zaal zit en schouderklopjes geeft van amai, wat een prachtige organisatie, we komen volgend jaar terug. Dat zijn allemaal hoogtepunten en ik denk bij een organisator is dat hetzelfde zoals bij een artiest. Hij moet het hebben of zij moet het hebben van het applaus en wij moeten het hebben van de schouderklopjes en de tevreden mensen. Het was heel aangenaam om met jou dit korte interview te doen. Ik wens jou heel veel succes met Miss Breden en hoogstwaarschijnlijk zien we elkaar terug tijdens jullie finale. Hè? Ik zou zeggen bedankt aan We Love Misses, want jullie zijn er zeker nodig. Jullie zijn een site die alles tot op de voet volgen. Jullie vragen geen exclusiviteit, maar jullie proberen er overal bij te zijn. Dikke chapeau. Dank u wel voor het compliment. Dag Dirk, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Breden. Hoe zijn jij daar eigenlijk toe gekomen om dat opnieuw te organiseren? Eigenlijk heb ik dat al langer gedacht, maar omdat ik nu met Injas in contact gekomen ben en omdat ik weet dat hij mismaker is, heb ik gezegd van oké, misschien vanaf dit jaar een misverkiezing na 8 jaar stilte in Breden, want uiteindelijk vroeger was hij Miss Dalia, 8 jaar niet geweest. Ik zei van we gaan er terug mee beginnen en misschien wordt het een succes en we zien wel.
En waarom juist in Bredene? Want jij bent niet van Bredene, of wel? Ik ben, zoals men hier zegt, een aangespoelde. Ik woon hier sinds 2000 woon ik in Bredene en ben ik eigenlijk al vanaf die moment heel actief. De Maria Duinenfeesten bestaat 20 jaar. Ik heb dat 5 jaar geleden overgenomen, maar ik was er eigenlijk al in gesukkeld omdat dat in mijn buurt is waar ik woon. En ik zit hier ook zo wat in de politiek en ik doe hier zo wat eigen nieuws sites en dergelijke meer. Vandaar dat ik zeg van oké, we gaan in mijn wijk, in mijn eigen wijk de levende terug inblazen. Eigenlijk is dat de reden. En wat betekenen die feesten voor Bredene eigenlijk op zich? Maar ik denk dat het een meerwaarde is. Mede door het feit dat de meeste mensen die op ons wijkfeest komen, dat zijn mensen van de wijk zelf, maar ook heel veel toeristen, campinggangers. En uiteindelijk, Bredene is toch wel een campinggemeente. En het is iets dat inslaagt bij de campinggemeenschap. Dus je hebt eigenlijk heel veel bezoekers van de campingen, hoofdzakelijk campinggemeenschap. En voor de verbredenen zelf denk ik ook wel dat het een meerwaarde is, omdat dat toch wel een hele week duurt, toch wel altijd veel volk bijbrengen. En dat is ook voor de toerisme en voor de horeca in Bredene uiteindelijk wel een goede zaak. Ik wens jou heel veel succes met die eerste verkiezing en met Hans de feesten. En hoogstwaarschijnlijk zien we elkaar terug tijdens de finale. Oké, ja, bedankt.